Een halve beker, Nasja. De helft! En jij? En jij? Nasja, ik wil geen sap. Oké, prima. Moet je zelf eten. Maar zullen we alsjeblieft gaan eten en daarna naar school toe gaan? Hey, en wat voor broodje is dat? Ben je van plan om dik te worden of zo? Diane, ik snap het niet. Je bent mooi en... slim. Nasja, wacht even. Je bent een cheerleader. Dat betekent dat je succesvol bent. Ik snap niet waarom je zo droevig bent. Luister meiden, ik geef er niets om. Het is allemaal zinloos. Ik eet wat ik wil en het maakt me niet uit als ik dik word. Diane, eet smakelijk dan. Diane, luister goed. Straks word je uit de positie van aanvoerder van het cheerleaders team gezet. Wat dan? Omdat cheerleaders niet komen met zulke billen. Ik eet omdat ik gestrest ben, dus laat me met rust. En trouwens, zijn dan niet de boterhammen daar op tafel? Dus stop met oordelen over mij en mijn kont. Ja, laat het gewoon. Nasja, ik wil niet zulke billen hebben als Kim Kardashian. Er is niks mis met haar kont, ik vind het wel mooi. Oh, Diane, je ouders zijn terug. We gaan ze je vertellen over je depressie. Kan me helemaal niks schelen. Weet je, Nasja, ik ga de ouders van Diane alles vertellen. Dat klopt, we moeten haar een lesje leren. Ik ben zat dat ze zo over Smile en Jana praat. Nasja, laten we opschieten. Meiden, laat ons passeren. Waar dit zijn? Diane, waar ben je? We zijn hier om de spullen van Smile op te halen, of niet zo, ja. Smile? Luister jij, geit, je hebt hier helemaal niks te zoeken. Diane is wel depressief. Smile, niemand zit hier te wachten op jou. Hij weet het, maar je moet zijn spullen pakken. Diane, geef hem zijn spullen. Zo komt Diane nooit over deze depressie heen. Oh ja, nou hallo daar. Denk je serieus dat je welkom bent in mijn huis? Smile, ik kan me ook niet herinneren dat ik jou heb uitgenodigd. Diane, praat tegen Laia en Nasja. Verzamel alle spullen van Smile en geef het hem nu. Jana, noem onze namen niet. Waar heb je toch niks aan gedaan? Kun je alsjeblieft ophouden met schreeuwen? Oké, Jana, geef me maar even. Meiden, kom met me mee. Ik heb hulp nodig. Giet op alsjeblieft. We willen de les niet missen door jullie. Ja, Diane, je moet wel een beetje opschieten. Diane, ik denk dat dit het einde is van je relatie met Smile. Nou, dat is vrij duidelijk, of niet soms? Jeetje, waar heeft ze Smile voor nodig als ze Brazel heeft? Luister, meiden. Jana geniet hier echt van. Ze houdt van elke seconde. Inderdaad, ze heeft twee basketballers nu. Nasja, er klopt hier iets niet. Ik vind dat Jana een beetje raar doet en Smile ook. Oké, pak alle dingen die bij die stomme eikel horen. Diane, misschien helpt het met je depressie. Verdorie, Jana. Het lijkt erop dat ons plannetje helemaal niet gaat werken. Diane zal ons vanaf nu haten. Smile, rustig aan en vertrouw op Jana. Jana heeft aan alles gedacht. Jana, als dit allemaal niet werkt, dan krijg je met deze te maken. Smile, moet ik je mijn vuist laten zien? Ben je vergeten hoe we in Diane's kamer aan het zoenen waren? Echt waar, Jana. Jij bent zo gemeen. Jij bent degene die ermee begon. Smile, dat weet Diane niet. Dus ik zal mijn mond houden en op je spullen wachten, geduldig. Oké, hier zijn zijn spullen. Oké. Diane, geen zorgen. Hij is zo'n varken. Laia, ik weet het. Help me nou gewoon. Diane, hoe lang moet ik nou nog wachten? We komen. Hier, neem het allemaal maar mee. Jana, je moet me helpen. Nee, draag je rommel zelf. Diane, je moet me het nijlpaard teruggeven. Nee, Smile, alles behalve het nijlpaard. Dat heb je mij gegeven voor onze derde maand jubileum. Nou, die Smile is zo hebzuchtig. Hij wil zelfs het nijlpaard. Diane, hoor je me niet? Zijn je oren verstopt of zo? Geef mij het nijlpaard. Ik slaap nu met het nijlpaard. Jana! Smile, hou je mond. Diane, geef hem het nijlpaard. Kom op, kijk toch naar hem. Ik heb nooit van pluizig speelgoed gehouden. Hey, jij, Hilde Groen, waarom sta je naar mij? Waarom sta je naar mij? Door jou is onze vriendschap voorbij. Jana, gaat alles wel goed met je? We zeggen toch helemaal niks tegen jou? Inderdaad, jij was degene die Smile kuste en stopte met bij ons vriend te zijn. Inderdaad, je mag hem gewoon hebben. En geloof me, Jana, we zullen nooit meer vrienden zijn. Oh, Diane, ik droom zo over onze verzoening. Kom op, Jana, laten we gaan. Laten we gaan. Dag. Diane, ga anders nog een broodje eten. Meiden, weet je wat? Ik ga lekker naar school toe. Jongens, mijn Pookie en ik gaan binnenkort onze stijl veranderen.
Oh, Julie, schep niet zo op. Wat voor stijl kun jij nou hebben? Gigi, ik ben het met je eens hoor. Wij zijn heel stijlvol. Wacht maar af, jongens. Mijn Julie gaat er perfect uitzien. Jongens, mijn Pookie weet heel veel van stijl. En hij gaat me zo'n coole chick maken. Normaal gesproken stellen ze allemaal niks voor. En nu hebben ze opeens allemaal een stijl ontwikkeld. Kostja, ze zien gewoon dat wij heel stijlvol zijn. En nu gaan ze ons nadoen. Zie je het, Artem? Artem zal Julie cool maken. En wij dan? Geen zorgen, Marusha. Wij zijn de Men in Black. Kijk dan, Kostja. Zie je die twee struisvogels? Ze kijken te veel films met die Men in Black van ze. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Kom op nou, Jana. Laten we alles gewoon terugdraaien. Ik ben het echt helemaal zat. Smile, we kunnen de dingen niet meer terugdraaien. Ze houdt van me. Oh, hey, Jana. Ik heb de hele tijd op je gewacht. Hallo, Bruce. En Smile, heb je al vrede gesloten met Diane? Nee, niet. Smile, geduldig zijn. Kom op nou, Smile. Wanneer ga je nou vrede sluiten met Diane? Ik word er moe van dat je de hele tijd met Jana loopt. Ik word er zelf ook moe van. Smile. Bruce, eerlijk gezegd heb ik nog geen beslissing genomen. Maar Jana, die heeft het zo gruwelijk verpest, maar dan ook zo erg. Het is echt één grote puinhoop. Dan wacht je maar net zo lang tot het wel goed gaat. Je moet Smile echt helpen om het goed te maken met Diane. Bruce, binnenkort zal het gebeuren. En wat als Diane zometeen mijn spullen niet meer terug wil geven? Jana, Jana, ik wacht hier op je. Je moet eerst mijn vriend gaan helpen. Jeetje, Bruce is zo onschuldig. Ik hou van hem. En ik zal je helpen. Jongens, laat mij een Smile plezier. Verdorie, Jana, dan ben je weer met die Smile. Ik haat die gozer echt. Oh, wat houdt Jana nou vast? Jongens, kijk. Jana houdt het nagelbord vast dat Smile aan Diane heeft gegeven. Luister, Julie, stop met schreeuwen. Het was van Diane en nu is het van mij, dus... Het nagelbord. Jana, je bent zo cool. Je hebt het nagelbord genomen en Smile. Marusha, jij bent cooler dan het nagelbord. Artem, waar heb je het over? Ik ga snel afvallen. Patrick, ik heb zo'n medelijden met Diane. Ze heeft zoveel te lijden. Gigi, jij bent altijd zo hard. Luister jongens, ik weet dat jullie graag praatjes over ons maken. Maar één ding moeten jullie weten. Ik zal terugkomen bij Diane. Smile, doe niet zo kinderachtig. Je zult doen wat ik zeg. Laten we gaan. Dima, ik wist dat je zus geen aardig persoon was, maar dat ze zo onaardig is. Kostja, je weet dat ik mijn zus niet mag, maar jij moet zulke dingen niet over mijn zus zeggen. Ja, tuurlijk Dima. Net zei je zelf nog dat Jana zus was en zo was. Diane, je had hem gewoon het nagelbord niet terug moeten geven. Het is een herinnering aan Smile. Je kunt cadeaus niet teruggeven. Meiden, ik wil geen cadeaus van eikels zoals Smile. Oh, Diane, eindelijk. Ik heb de hele tijd op je gewacht. Daar is Bruce weer. Bruce, ik heb u nooit gevraagd om te wachten. Diane, ik wilde je alleen vragen wanneer je vrede gaat sluiten met Smile. Want ik mis Jana en ze loopt overal rond met Smile. Serieus, Bruce, mis je Jana? Helaas mis je jou helemaal niet. Bruce, je bent echt aardig. Super aardig. Zo'n dwaas kun je toch niet zijn? Kom op nou, meiden. Iedereen wil toch zeker dat Diane en Smile vrede gaan sluiten? Bruce, je bent echt een dwaas. Bruce, ben je echt zo naïef? Waarom denk je dat Jana zoveel tijd met Smile doorbrengt? Meiden, het heeft geen zin om hem iets te vertellen. Hij denkt dat zijn Jana onschuldig is. Diane, sluit zo snel mogelijk vrede met Smile. Er is iets wat ik gewoon niet begrijp. Jana heeft het niet uitgemaakt met Bruce en ze is met Smile. Diane, we hebben het je thuis ook al verteld. Ze heeft gewoon nu twee basketballers. Meiden, er klopt hier iets niet. Oh, Diane, het spijt me zo. Zo jammer. Je beste vriend heeft je verraden. Gigi, rustig. Wat als jouw beste vriend je verraadt? Julie, maar dat deed ze niet. Gigi, echt, stop ermee. Je bent zo klein. En alsnog ben je zo bazig. Wat? Wie zei dat? Ik weet dat je me kunt horen. Wiens tong is te lang? We kunnen het korter maken. Het was Gigi die dat zei. Oh, het is Gigi. Gigi, alleen omdat jij een vriendje hebt, denk je nu dat je cool bent? Dat kan slecht aflopen. Laten we gaan, meiden. Dima, ik begrijp het niet. Waarom vertel je alles aan Diane? Waarom praat je zo? Gigi, bemoei je er niet mee, anders zet ik nu mijn helm op je hoofd. Dima, weet je wat? Diane die zal nooit bij je zijn. Jana heeft het niet uitgemaakt met Bruce, maar toch is ze aan het daten met Smile. Ze kan niet met twee jongens tegelijk uitgaan. Meiden, ik denk dat we wat moeten doen. En ik denk ook dat ik weet wat... Nesha, ik denk dat ik het ook weet. We moeten een meisje vinden. En haar met Bruce voorstellen. Nesha, hallo daar. Ben je bezig of zo? Nee, dat is ze niet. We moeten praten. Apen, ik weet niet waar jullie over moeten praten. Ik heb gewoon een workout, oké? Nesha, waar denk je dat je heen gaat? Je moet hier blijven. Nesha, wil je onze vriend zijn? Je kunt zelfs meedoen aan het cheerleader team.
En je weet heel goed dat ons team het beste is. Wat willen jullie van mij? Vertel het me snel. Heb je gehoord dat mijn zogenaamde beste vriend mijn vriendje heeft gezoend? En wij moeten haar een lesje leren. We willen dat iemand haar vriendje Brouws kust. Nee, nee, meiden. Ik hou echt niet van Brouws. Echt niet. Nasha, ontspan. Het is niet voor altijd. Nasha, je hebt een kans om bij ons in het cheerleader team te komen. Help ons alsjeblieft. Ik moet hier wel eerst even over nadenken. Nee, Nasha. We hebben geen dagen. Beslis nu. Is het ja of nee? Oké, ja. Maar waar is Brouws dan? Ja, laten we gaan. Oh, serieus, Jana, ik ben het helemaal zat. Jij bent het circus begonnen en ik moet nou kijken hoe Diane aan het lijden is. Beste smel, stop eens met zeuren. Mijn Brouws heeft hier ook last van. Ik loop overal met je mee, maar het is voor een missie. Jana, waar heb je het nou steeds over? Jij hebt makkelijk praten, jij kunt zo terug naar Brouws. Ik ben Diane kwijt, wat moet ik nu doen? Ben je echt verliefd op Diane? Wat heb je in haar gezien? Zijn naam en alles zal geweldig worden, is dat duidelijk? Hij is zo onschuldig. Hij denkt dat hij terug kan komen naar Diane. Oké, meiden. Zijn jullie klaar om te trainen? Diane? Smile, vergeet deze naam. Oh. Oh, Smile, hallo. Zullen we zo gaan lunchen in de kantine? Mijn vriendin heeft trek. Hoi, meiden. Hoe gaat het op de training? Ik sluit me snel bij jullie aan. Brouws, wat betekent dat? Wij zijn de beste. Oké, Brouws, ik lust ook al wat. Kom, laten we gaan. Brouws, ga je naar de kantine zonder mij? Jana, ik maak het uit tussen ons. Hier is je nieuwe vriendje, Smile. Nou, nee hoor. Diane, jij was het. Jana, jij bent degene die het begon. Daarmee is je vraag beantwoord. Diane, vergeef het me alsjeblieft, maar ik kan niet zonder Brouws. Jana, je kunt niet zonder Brouws en je kunt ook niet zonder Smile. Meiden, luister niet naar haar. Ga gewoon door. 1, 2, 3. Wat heb ik gedaan? 6, 7, 8. Jongens, je moet nooit uitgaan met de vriend of vriendin van je beste vriend. Bekijk de volgende afleveringen en ontdek of ik terugkom naar Smile of niet. Doei!